Motorcoureur Leslie ten Tusser, Almelo's sportman van het jaar 2016, gaat dit jaar racen in de OW Supercup. Met zijn team Irison gaat hij op jacht naar de titel binnen de 600cc-klasse. Leslie ten Tusser, sportman van Almelo van het jaar. Wat ga je in 2017 allemaal doen? In 2017 gaan we in de stad in de OW Supercup. Dat is een verandering van klasse. Het ONK waar ik vorig jaar in race eigenlijk verdwenen. Dat was het Open Nederlands Kampioenschap. En aankomend jaar is het alleen nog een nationaal kampioenschap. En dat heet dan de OW Supercup. OW staat voor Open Wegrace. En dan Supercup, ja, dat is de hoogste klasse daarin. Eigenlijk is het nu wat de ONK in het verleden was, is dan nu de Supercup, zeg maar. Alleen in de ONK hebben we een technisch reglement en dat is nu verdwenen in de Supercup. Dus de motoren zijn technisch wat vrijer, dus we mogen meer dingen veranderen aan de motorfiets. Ja. En waar worden die allemaal verreden? Er zijn 7 wedstrijden op de TT-circuit in Assen. We hebben nog een wedstrijd in Frankrijk, in Dijon, en 2 wedstrijden in Duitsland. Ja. Ik dacht dat hier in de buurt ook een racecircuit was. Dat klopt. Dat was een racecircuit eigenlijk niet. Het is een straatcircuit, Hengelo Gelderland. Dat is het dichtstbijzijnde, dat is ook mijn officiële thuiswedstrijd. Alleen of ik dit jaar ook aan de stad sta in Hengelo is de vraag. Het OW heeft een technisch reglement dat je maar, of ja, een wedstrijdreglement dat je maar 3 andere wedstrijden mag rijden naast het OW-kampioenschap. En dan wordt Hengelo valt ook nog eens samen met de wedstrijd die we zelf hebben voor de OW. Dus dan zou het heel lastig zijn. Dus dat wordt heel snel heen en weer rijden of niet, zeg maar. Hoe is je conditie? Want je hebt in 2015, meen ik, nogal pech gehad. Hè? 2016 ging riant, maar hoe is het dit jaar? De conditie is iets minder dan ik had gehoopt. Ik bleek van de winter heel ziek te zijn. Ik had een lactose-intolerantie, heb ik. Zou gelukkig achterkomen nu uiteindelijk wat het is. Maar voor de rest sta ik er heel goed voor. We hebben nog een maand voor de test te beginnen, dus dan is het al goed. En hoe denk je dat je het zult gaan doen? Wat zijn je verwachtingen? Ja, ik ga weer voor de titel. Afgelopen jaar Open Nederlands kampioen geworden en Benelux kampioen samen met de Benencup. En dit jaar gaan we uiteraard weer voor de Nederlandse titel aan. We zijn hier bij de Twente Trial, een wedstrijd schapendrijven. En dat is eigenlijk meer voor beginners, mensen die net wedstrijd lopen met hun hond. Ik kan ook wel ervaren mensen zijn met honden, maar met nieuwe jonge honden. En een wedstrijdje op verschillende niveaus, 3 verschillende niveaus. Ja. En dat wordt volgens Engels parcours, heb ik begrepen. Ja. Wat is dat precies, een Engels parcours? Nou, je ziet als je het parcours ziet. Je ziet daar de jurykar helemaal in de verte, daarvoor zie je een pion. Daar begint de henter met zijn wedstrijd. Ja. En bij deze pion hier, daar zetten wij de schapen klaar. Ja, dan is de bedoeling dat de hond in een ruime beweging om de schapen heen gaat, daarachter komt. Ja. En in een rustige manier de schapen in beweging brengt tussen die eerste 2 poorten hierdoor, terug naar de deelnemer. Okay. En op dat moment moet de deelnemer om de paal heen. We hebben hier een links parcours, zoals je bij haar ziet. Zij loopt vanuit de jury gezien een linkse lijn. Dan moet ze door die 2 poorten, dan gaat ze rechtsom achter de eerste 2 poorten langs naar die 2 poorten. Dan gaat ze door die poorten en dan weer omheen terug naar de cirkel wat we daar zien. Okay. En dat is de bedoeling dat ze in de cirkel de schapen stilzet, onder controle houdt. Ja. Dan geeft de jury daar een akkoord op en vanaf dat moment moet ze verderop daar een pen, de schapen in een pen drijven. Okay. Dan is de wedstrijd klaar. Okay. Oké, dan heb ik ook wel eens gehoord over wat is een outrun en een drive en een fetch. De outrun is vanaf het moment dat de deelnemer zijn hond uitstuurt om de schapen op te halen, dat noemen wij de outrun. Oké. Op het moment dat de hond achter de schapen is, moet de hond in principe een lie down doen, dat is liggen of stilstaan. Ja. En dan in een rustige beweging, dat noemen wij de fetch, de schapen door deze eerste 2 poorten naar je toe. En vanaf dat moment, als je op die paal gaat waar je staat, dan begint je drive. Okay. En je drive is die driehoek die we lopen, terug naar de cirkel. En in een hoger niveau moet je in de cirkel moet je een shed doen.
dan ga je scheiden. Je hebt een koppel van 5 schapen, mm-hmm. Dan haal je de 2 schapen af en die 2 moet de hond onder controle houden. Okay. Dat noemen wij de shed. Okay. En dan eindig je je parcours met de pen. Ja. En wat is een handler? De handler is de deelnemer die met zijn hond aan de wedstrijd deelneemt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de handler en de hond. Dus de combinatie handler-hond. Ja, oké. Okay. Ja. Kevin, dit is je hobby? Ja, het is eigenlijk ondertussen uitgegroeid tot een passie. Mm-hmm. Ik ben 5 jaar geleden, heb ik mijn eerste border collie gekocht. En toen hij bijna een jaar oud was, een keertje mee gaan kijken bij de schapendrijven. Dat deed de fokker van mijn hond ook. En ja, toen we eigenlijk, als je dat dan ziet, dan is het zo machtig om te zien. Dat ik gelijk dacht van ja, dit wil ik ook. En ondertussen ben ik 4 border collies verder. Met z'n vieren. 4 kunstenaars hier uit het straatje. Maar het idee is eigenlijk ontstaan na aanleiding dat ik toevalligerwijs contact had gehad met Irene ten Zeldam, onze wethouder hier in Almelo. En dat was tijdens de open atelierdagen in november, was dat afgelopen jaar. En ja, we hadden het erover dat het zo jammer is dat er zo weinig activiteit is hier in het straatje. En ook van de gemeente uit willen ze heel graag wat meer laten zien hier en de verbinding met de binnenstad. En vandaar ook dat ik contact gezocht heb met wat collega's van, goh, kunnen we dat niet met elkaar op touw gaan zetten, vandaar. Maar nou bestond er altijd zoiets als kunststappen. Klopt, ik heb daarna geïnformeerd een aantal maanden geleden en dat leek eigenlijk een beetje doodgebloed te zijn. Ik heb erover contact gehad met bijvoorbeeld Johannes Dollen, die er ook altijd aan meedeed. En die zei ook van nou, dat die eerste zondag van de maand loopt niet meer zo. Maar ik hoor nu dat het dus toch ook daar nieuw leven in geblazen is. En ook op die laatste zondag van de maand. Dus wie weet is het leuk voor een combinatie. Wie doen er allemaal mee hier in deze straat? Dat zijn Rob Koenders, nummer 6 en 8. Elsa Snijder, helemaal achteraan, zeg maar. En daarnaast Hilly Lucassen, die zit hier net nieuw. Maar in eerste instantie wij met z'n vieren. En we hopen natuurlijk dat er meer mensen zich aansluiten, dus daar doen we ons best voor. En ook de verbinding met de binnenstad. Het is natuurlijk een ontzettend leuk straatje hier. En er zijn diverse wandelroutes, kunstroutes, waterroutes. Ik weet allemaal niet precies hoe het heet. Maar dat is natuurlijk leuk om ook daarin opgenomen te worden. En er zijn meer initiatieven nog om ons gewoon iets meer op de kaart te zetten hier. Het is een feit dat jullie uit Almelo gaan verdwijnen. En als een topsportploeg uit Almelo gaat verdwijnen, dan is dat wel iets heel bijzonders. Jawel. En ook als een topsportploeg naar Almelo komt, is dat ook heel iets bijzonders. En zo zijn we ook wel binnengekomen hier. Niet specifiek om Almelo, maar wel om de hal die er stond in Almelo. Maar meer Twentse sport. Dus Twentse topsport wat we proberen te doen. En of je die dan in Almelo speelt of ergens anders, is het dan maar van minder belang. Hoe groot was de verbazing toen je dinsdagmorgen op het gemeentehuis kwam en daar een mededeling vond van Eurosport? Groot. Dat geef ik eerlijk aan. En vooral gegeven het feit dat ik de voorzitter recent nog gesproken heb tijdens het sportgala, waarbij ook Eurosport als team de Almelo-prijs in ontvangst mocht nemen. Dus de verbazing was echt groot. Voel jij je overvallen door de beslissing die Eurosport heeft genomen om van Almelo naar Vroomshoop te verhuizen? Nou, overvallen in zoverre dat ik me overvallen heb gevoeld anderhalve week of een week voor het persbericht.
Dus toen ben ik geïnformeerd door... De voorzitter van Eurosport heeft mij geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Dus we zijn niet uitgedaagd om mee te doen in... om samen te kijken van hoe we eventueel een nieuw businessmodel zouden kunnen opstarten. Betekent dat ook dat het een kwestie is van geld geweest, jullie verhuizing? Als je geld zegt, dan komt het wel heel erg poenerig op. Uiteindelijk, kijk, als je topsport wil bedrijven, maar goed, dat zie je ook... aan het liefste de club die hiernaast zit, aan Heracles. Als je geen geld hebt, kom je daar niet verder. En dat betekent, elke topsport heeft geld nodig. In ieder geval de mogelijkheid om geld aan zich te binden. Dat betekent dat we met een businessclub moeten werken. En dat is aanzienlijk anders. Wij denken beter, veel beter geregeld in Vroom Soap dan het hier in Almelo is. Ik neem dan toch aan dat als het eigenlijk een kwestie is van geld, dat je dan ook met de partner waar je op dat moment mee samenwerkt, gaat onderhandelen. Ja, dat is een aanname en die klinkt heel erg logisch, maar de feitelijkheid is een andere. Dat hebben ze niet gedaan. En ja, dan zou je hem moeten vragen waarom of ze het niet gedaan hebben. En ik denk dat Marcel daar ook altijd trots op is geweest dat hij in een hal speelde die voldeed aan alle eisen. De hoogte van de hal, die is 10 meter, in Vroomshoop is die 7. Dus dat is logisch, daar is het een breed sporthal, wij hebben een topsporthal. En die brengt toch wel een aantal grote voordelen met zich mee. En dat hebben ze dan niet. Dus sportief gezien en qua spelen zullen ze dat daar niet hebben. Maar dan zal het echt het geld zal zo zwaar hebben moeten overwegen dat ze die beslissing hebben genomen. Nou, die 25.000 euro valt dus nu aan het einde van het seizoen. Hè? Want zij zeggen gewoon het huurcontract op aan het einde van het seizoen. Dus niet van vandaag op morgen, maar aan het einde van het seizoen. Vervolgens valt dit bedrag dus vrij. En ik heb van de heer Buscher al begrepen dat andere belangstellenden zich al gemeld hebben om de vrijkomende uren op te vullen. Met andere woorden, op dit moment leeft de gemeente Almelo eigenlijk een klein beetje in onzekerheid. Nou, in die zin, het huurcontract is opgezegd. De huurder vertrekt begin van het nieuwe seizoen. Dus we hebben ook nog even de tijd om invulling te regelen. En de eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. Van de MBO-afdeling Natuur en Groene Ruimte wil ik graag twee studenten huldigen. Dat zijn Timo Kruijten en Stefan Scholderman. Ze zijn namelijk vanaf zaterdag Nederlands kampioen tuinaanleg. Ze hebben daarmee een topprestatie geleverd en daar zijn we als school bijzonder trots op. Ja, het was een hele zware, moeilijke wedstrijd. Maar op het moment dat je Nederlands kampioen bent, dan is dat is fantastisch. Het is een droom die uitkomt. En u bent de coach, maar u staat dan aan de kant. U kunt daar eigenlijk niks meer. Ja, ik sta inderdaad aan de kant. En het meeste werk wat je moet doen is vooraf. En tijdens de pauzes mag je nog even wat zeggen. En dan voor de rest moeten de jongens het inderdaad zelf doen. Ja, klopt. Helemaal. Ja, het was een moeilijk ontwerp. We hebben een dag van tevoren hebben het ontwerp gekregen. En toen hebben we een hele dag ervoor gehad om de hele tekening uit te pluizen. En daar zijn we heel druk mee geweest, maar het is goed uitgepakt en helemaal goed gekomen. Dus nu op naar Abu Dhabi. Ja, klopt. Ja, dat is een hele ervaring. Het was op zich al mooi om in Den Bosch te staan en natuurlijk Nederlands kampioen te zijn nou. Maar Abu Dhabi is super, is hartstikke geweldig. Wat verwacht u daarvan? Ja, wat verwacht je daarvan? Dat is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Er zijn heel veel landen die samen dus daar de strijd aangaan. Het zijn de Olympische Spelen voor de beroepenwedstrijden. En deze jongens gaan mee in het Nederlands team, waar ook alle andere beroepen zich vertegenwoordigd zijn. Dus we gaan met een hele grote delegatie daar naartoe. En we hopen daar zo hoog mogelijk te eindigen uiteraard. En de technieken
die daar gebruikt zullen worden, zullen wel echt iets anders zijn. Maar deze jongens krijgen vast nog wel even wat training vooraf. En dan hopen we toch met de materialen die we daar krijgen een goede prestatie neer te zetten. Nou, hoe heb je dat ervaren, de ontvangst hier in de school? Ja, dat was fantastisch. We werden echt als helden ontvangen. En dan deze huldiging met iedereen erbij. En het bestuur komt nog langs, dat is echt fantastisch. En waarom? Omdat het natuurlijk heel erg belangrijk is om elkaar te leren kennen. Om de politieke standpunten te kennen, om een bewuste keuze te kunnen maken voor een partij. In Nederland zijn nog altijd, ondanks de crisis, een superrijk land, groeit de ongelijkheid. We hebben gewoon weer klassieke klassenverschillen. En voor mij zal de komende jaren, net zoals de afgelopen jaren, de klassenstrijd centraal staan. Ik vind de crisis en 30 jaar neoliberaal beleid heeft niet alleen de wereld op zijn kop gezet, maar dat heeft ook zo zijn impact gehad op ons land. Wat hier heel erg speelt is dat mensen eigenlijk een ander systeem willen. Wat hier naar voren is gekomen is de onzekerheid over werk en inkomen, de ongelooflijk dure zorgkosten en het feit dat mensen zoiets hebben van ja, maar kunnen we nu alsjeblieft een alternatief links blok maken? En mijn antwoord is ja, dat kunnen we als wij samen de macht pakken. Wij allemaal niet snel genoeg, maar bij iedere gelegenheid zet ik het kabinet onder druk om de stap in te zetten en die zetten ze ook. Wij hebben ervoor gezorgd dat mensen met een handicap ook gewoon bij een normaal bedrijf konden werken. En als het gaat om kinderen op de basisschool of op de kinderopvang, is het heel erg belangrijk dat kinderen van alles meekrijgen. En dat het niet zo is dat alleen bij hoogopgeleide kinderen de gezinnen hun kinderen naar sportles doen, het hebben over of samen naar het jeugdjournaal kijken. Hoe is het om eigenlijk een overwegend Turkse gemeenschap om daarvoor te spreken? Hoe het is eigenlijk niet anders in veel opzichten, want ons wordt gevraagd welk verschil hebben jullie gemaakt de afgelopen jaren. En het geeft mij de gelegenheid om verantwoording af te leggen. Er zijn nog te veel mensen die niet profiteren van het economisch herstel. En er zijn ook nog te veel dingen die niet goed gaan. En ik heb onze plannen geschetst. Een klein verschilletje wel is dat het heel vaak tweetalig moet. Niet iedereen verstaat de Nederlandse taal goed hier. En dan doen we het ook af en toe in blokjes in Turks. En nou, dat is op zich ook een politiek onderwerp op zich, hè? Dat merk je bij de PvdA en bij de VVD veel te weinig. Als het bijvoorbeeld gaat over de afvalwaterinjectie, dan heb ik zoiets van waarom hou je elkaar op die manier vast, terwijl je eigenlijk op een aantal punten afspraken hebt gemaakt. Wees dan ook gewoon zo dualistisch om op nieuwe, opdoemende onderwerpen gewoon je eigen standpunt te verkondigen. Maar wat gewoon niet goed is, is dat je tijdens je regeerperiode beloftes doet. Hè, geen cent meer naar Griekenland bijvoorbeeld. Die 1000 euro. Vind je het gek dat dan op een gegeven moment de kiezer zegt van is die politiek nog wel te vertrouwen? Voor het CDA is heel erg belangrijk veiligheid, zorg. Hè, we zijn een gezinspartij, daar staan we voor. Daar sta ik ook voor. Maar alleenstaanden zijn dan minder belangrijk? Of sorry dat ik onderbreek? Nee, absoluut niet. Daar zien we ook allerlei constructies voor om die sterk te maken. Niet ook alleen over links wil praten of alleen over rechts. Juist in het midden denk ik dat je het meeste kunt bereiken voor Nederland en dus voor Twente. Dus wat dat betreft staat D66 daar open voor. Energie gebruiken om de boel draaiende te houden, zeg maar. Ja, dat gewoon relatief goedkoop is. En nou, als we plekken kunnen vinden waar dat op een gegeven moment zich kan uitrollen, ja, dan kun je ook zien. Jamie van Essen, ik ben 25 jaar. Ik ben geboren in Enschede, maar eigenlijk altijd in Lossen gewoond. Ik ben daar op dit moment ook fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad. En ja, dat deden we eigenlijk al vanaf 2014. We kwamen toen van 0 naar 15% van de stemmen. Dus de Lossenaren zaten te wachten op D66 en hopelijk kunnen we doorzetten straks richting de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben overigens ook afgelopen weekend hier 2 dagen de straat op geweest met mijn team. Langs alle deuren in Almelo, of in ieder geval zoveel mogelijk. Dus ik laat Almelo zeker niet links liggen.
Eigenlijk ben ik de Twentse kandidaat voor D66 op plek nummer 30. Dus ik ben ook voorgedragen door alle gemeenteraadsfracties van D66. Die hebben eigenlijk ook mij aanbevolen aan het landelijk. Nou, dat is uiteindelijk mooi geëindigd, want ik sta op plek 30 en ik zal uiteraard de Twentse belangen zoveel mogelijk proberen te vertegenwoordigen. En wat mij betreft gaat het dan om werkgelegenheid hier in Twente, het gaat om bereikbaarheid en ook om de grensoverschrijdende samenwerking. Dat mochten jongeren bijvoorbeeld met een diploma verzorgende hier niet aan de bak kunnen, dat ze makkelijk over de grens kunnen gaan om daar te werken. In de kunstwerkplaats aan de Nicolaas Beetstraat konden kinderen knutselen. Donderdagmorgen gingen ze een blikken doosje vullen. Blauw, hè? De duim staat er blauw, die kiel. Ik heb een dunne kwast. Hier is een kussentje, die zoek maar af. We hebben vandaag vakantieknutsel, omdat het voorjaarsvakantie is. En de kinderen mogen hier een blikken doosje krijgen ze allemaal. En die mogen ze dan zelf invullen. Dus het doosje, het idee is dat ze het overal mee naartoe kunnen nemen. En dat ze dus iets erin kunnen maken dat altijd bij ze zijn. En dan mogen ze zelf invullen. Dus de een die wil want het is nu sneeuw hadden ze het over. Dus ze zijn een sneeuwpop aan het maken. Of een mooi landschap, een mooi bos. Of van alles eigenlijk. Uh-huh. Ja. Ja, en wanneer gebeurt dit eigenlijk altijd? Hebben jullie vaak dit soort workshops? Ja, ik heb in de vakanties altijd vakantieknutsel uurtjes. Dan kunnen kinderen gewoon lekker knutselen. En verder heb ik een peuteratelier voor de jongste tot en met 4 jaar. Een kinderatelier, dat is van 5 tot en met 12 jaar. Een jongerenatelier van tot en met 18 jaar, zou ik maar zeggen. En dat is voor de kinderen dan. En dan heb ik daarnaast voor volwassenen op dit moment een cursus batik. Ja, dus van alles. Je hebt het druk, hè? Ja, zeker. Ja, dat is wel de bedoeling. En waar vindt dit allemaal plaats? Het vindt allemaal hier in mijn atelier plaats. We zitten hier bij Kijk en Doe. En het is gesitueerd in de kunstwerkplaats. Er zitten heel veel kunstenaars hier. En hier wordt alles gegeven. Ja. Ja. En dat is in de Nicolaas Beetstraat, ja, hè? Nicolaas Beetstraat, klopt. Ja. En hier kan je dus van alles eigenlijk doen. Ja. Jullie zijn elke dag geopend? Nee, niet elke dag. Ik heb de tijden staan op mijn website. Voornamelijk woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Een bakje aan het maken. Waar maak je dat bakje van? Van kraaltjes. Verf. Van kraaltjes en verf en klei. Mm-hmm. En wat ga je ermee doen dan? Meenemen. Mm-hmm. Meenemen naar huis. Dan zet ik hem op mijn kamer en dan ga ik op mijn geheime plekje zetten. Ja, jij dan? Ja, hetzelfde. Ja. Ja. Maken jullie wel vaker mooie dingen? Ja. Schilderijen. Oké. Okay. En wat schilder je dan, Kian? Huizen, bloemen, mm-hmm. bloemen. Mm-hmm. Hoe oud zijn jullie? 7. Ja. Welke school gaan jullie? Bonkele. Oké, zo. Hoe interesseer je kinderen voor alles wat er buiten te beleven is? IVN afdeling Almelo organiseert een nieuwe natuuroude cursus die op maandag 6 maart van start gaat. Wat is en doet een natuurouder? Natuurouders, zoals ik het in beeld heb, zijn ouders die belangstelling hebben voor natuur. Gek zijn op de natuur, respectvol omgaan met de natuur. Meer willen weten over natuur, geïnteresseerd zijn in de natuur. En ook geïnteresseerd zijn om die kennis over te brengen. Op hun kinderen en op andere schoolkinderen. Nou, wij vinden het ook heel belangrijk dat onze volgende generatie dat ook leuk blijft vinden en ook in aanraking blijft met de natuur. Want in wezen is het met deze kinderen zo dat ze niet zoveel meer buiten komen. Dat is zo. Je merkt ook dat andere kinderen die midden in het veld in zeer geïnteresseerd zijn. En ook de dingen die gewoon er zijn in de natuur, waar ze gebruik van kunnen maken. Dat is gewoon veel mooier dan het speelgoed allemaal. En de afwisseling van binnenzitten en af en toe naar buiten gaan en nog iets educatiefs doen. Dat is gewoon heel belangrijk. En er zijn ook zoveel leuke dingen. En door de natuuroudercursus zijn we dus
ja, nog meer geïnspireerd geraakt om dingen te gaan doen met de kinderen. Want je krijgt van alles aangereikt over waterdiertjes, over diersporen, nou ja, kriebelbeertjes, kleine beertjes in het bos, met de microscoop werken, wateronderzoeken, dat soort dingen. Wat je normaal niet voor handen hebt. Dus die kun je ja, nou, hartstikke mooi gebruiken. Gratis leren. En ja, daarbij eigenlijk gek als je dat niet doet. Ja. En vertel eens, zo'n natuuroude cursus, hoe zit die in elkaar dan? Is dat elke week, elke maand? Wij hebben de cursus 8 jaar geleden gedaan. En volgens mij bestaat hij nog ongeveer uit dezelfde onderwerpen. En nou ja, dan ga je 8 keer naar een bijeenkomst. En vaak is het een theoriegedeelte en daarnaast een praktijkgedeelte. Altijd heel interessant, met een groep geïnteresseerde mensen, gelijkgestemden. En ook de goede leraren altijd. Nou, en na de theorie ga je naar buiten. Dan ga je het geleerde in de praktijk brengen. En nou ja, dat probeer je dan ook weer op de een of andere manier over te brengen op de kinderen van school. Nee. Gaat er behoorlijk wat tijd in zitten als ik het zo hoor. Ja, maar het is ook, het geeft ons wel heel veel energie. We zijn met een groepje enthousiaste moeders, zeg maar. Maar we geven dus ook de lessen voor de kinderen die niet van ons zijn, zeg maar. Dus ook uit de groepen waar onze kinderen zelf niet in zitten. En ja, daar moet je niks uitmaken. Nee. Wat vindt de Windhoekschool er zelf van? Die zijn heel enthousiast en die promoten het ook heel erg. We hebben ook een subsidiepot aangevraagd en daar zit een potje met geld in waar we dus leuke dingen van kunnen doen. Bijvoorbeeld, we zijn met insectenhotel aan het timmeren op school. Nou, materiaal, onkosten, die kun je daar weer uithalen en daar word je alleen maar enthousiaster van. Want dan kun je ook, we hebben met moestuin schepjes nodig en hout nodig en nou ja, dat kun je dan daarvan aanschaffen. Allemaal met allemaal low budget, maar ja, wel heel leuk allemaal. En, ja. Wat vond je hiervan? Leuk. Wat heb je nou hier geleerd? Kan je daar wat over vertellen? Wat loofbomen zijn en wat naaldbomen zijn en dat soort dingen. Leer je dat dan hier in de klas? Jawel, maar dit was wel iets leerzaam, want nu kun je het ook echt zien.